Oh, je mag nu dus niet zeggen of je crewmate of een poster bent, want we horen elkaar nog. Bro, ik ga weglopen, ik wil even rusten. Ja. Ja, Mattie, we blijven elkaar horen. Oké, dames en heren, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ga even weer intro doen. Je hoort dus de personen die bij je in een hok staan. Dus nu hoor ik Mark. En als ik nu weg ga bij Mark en ik loop bij Mattie naar binnen... Oh, Mattie is hier niet. Oh, dan hoor ik Mark nog. Maar je hoort dus iedereen waar je bent. Dus nu zijn bijvoorbeeld de lampen uit. En dan gaan we even rennen hierheen. Hey, Mattie! Ik denk dat ik straks zo meteen in de... Ja? Ja? Oh, wat wilde je zeggen? Dat je imposter bent en we wilden juken? Ja, wilde jou juken. Hey! Hey, kutje! Stel, er staan 3 debielen in de kamer. Dan kan ik ze horen praten, omdat dat zo werkt, blijkbaar. Ah, Matt heeft het even voor jullie uitgelegd hoe het werkt. Heerlijk. Ja, daarom zei ik, Matt... Oh, wat is dit? Ik ben gejuked! Oh, nou hoor ik niemand meer. Hoe werkt dit? Hey, we horen elkaar nog wel nog, man. Oh, we zijn allebei gejunkt. Hey, jongens. Hey, Chesto. Die Carlo weer met me geschenkt. Godverdomme. Dit potje gaat denk ik iedereen gebruiken als soort uitlegpotje. Ik hou van analen seks. Ja, ik hoor het. Ja. 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 Erin knippen dit. Hallo. We hebben hem. Ik hou van analen seks. We hebben hem. Hey, Matt. Kom op, hè. Hey, Matt. Kom op, hè. Impostor duo. Kom op, hè, Matt. Hey, Rob. Doe het even niet, alsjeblieft. Blup, blup. Rob niet. Jij bent het, hè? Nee, ik ben echt niet. Ik heb 4... Hi, Backman. Ik moet de shield ook nog iets doen. Ah, dan moet ik ook. Wat zin? Oh, ik dacht dat ik dood was. Oké, ik was klaar. Oké, wacht. Wimpy, Wimpy, wie stond daar rechts? Wie stond daar rechts, Wimpy? Nee, nee, nee. Licht blauw? Ik hoor Raoul en Wimpy heel veel lullen, maar ik weet niet waar die dood is. Nee, Wimpy en ik, wij stonden bij O2. En ik hoorde Koen daarvoor. Koen hoorde ik daarvoor zeggen: ik heb 4 tasks in navigation, zo. 4? Dat kan helemaal niet. Wel, dat kan wel. Nee, 3 kan. Rob, waar is Mark? Ik ben helemaal niet dood, Mark. Ik loop richting navigation. Ik zie daar Koen liggen, dood. Het enige wat ik hoor zijn in dat Raoul en Wimpy praten. Dit is Rob. Dus die zijn sowieso in de buurt. Is Rob daar in de buurt geweest, Rex? Nee, ik was Shields. Ja, dat is wel Rex, maar ik was Shields. Dat is wel heel veel. Weet je dat ik zeg dat het Rob is? Ik had als eerste mijn taak in navigation, dat was dat steering stabilizen. Ik ging erin, Rob en Koen kwamen na mij. En dan hoor ik nu opeens dat Koen daar dood is en Rob was er ook. Nee man, ik was al lang weg! Maar Rob, hey, Rob ja, dat Mark, zou heel Mark, raar zijn. Liep Mark eruit toen jij er nog was? Of... Ik was eerder weg dan Mark, dacht ik, nee, hoor. Nee, dat was je niet. Nee, ja, maar lul, waar was jij dan toen het afgelopen was? Dan geloof ik sowieso Mark, dus het of een zelfreport van Milo of het is Rob. Nee, hoor, hoezo? Ik denk Mark, hoor. Ik ging er eerder dan Mark uit. Ja, hij lult gewoon. Dus niet, dat denk ik dus niet, Rob. Rob, dat ging je niet. Boy. Milo. Nee, Milo Dio. Jongen, ik zit zelf wat te kutten, joh. Ik breng zelfs mijn download af om te kunnen zien waar je bent. Ik sta bij Edmund te kijken op dat ding. Hey, even voor ons deel zijn nu 2 mensen in navigation, 2 in electoral, 3 in navigation. Dus als daar een double kill, of als daar kill gemaakt wordt, zijn dus allebei de dingen daar. Bro, even... Ik heb op jou gestemd net, omdat ik dacht dat jij het was. Maar jij bent het echt niet. Bro, ik zweer het. Volgens mij lult Mark, maar misschien heb ik het niet goed gezien. Want ik dacht echt dat Mark eerst wegging. Maar, hij was zo overtuigd. Ik was rest boven weapons met Chesto en Santino. Die waren allebei daarna weer weg. Ja. En Raoul en Wim stonden in O2. Dat was de enige die ik hoorde toen ik dat lichaam vond van Koen in Navigation. Ja, want ik was al beneden. En heb je Mark daar gezien? Ja, ik dacht dus dat ik... Ja, Mark was in Navigations toen ik er ook was. Ja, maar wat heb jij Mark naar beneden zien lopen toen hij in Shields was? Want anders is hij gewend, want ik kwam van boven. Nee, ik was in Shields, zeg maar, onderweg naar Communications daar. En ik heb hem niet gezien. Maar misschien zat hij in die vent. Ja, ik denk ook, dat zei ik toch meteen al. Dan moet het Mark zijn. Dan moet het Mark. Hey, Roel, het is Mark, hebben we net besloten. Ja, of een van jullie. Ja. Hoezo is het Mark? Nou, en Milo kan het echt niet zijn, want Milo en ik staan hier echt al 10 minuten. Okay, Mattie is 100% dood, al denk ik of niet? Ja, ik kom binnen. Niet nu, maar het is toch het vorige. Ja, wat ik daarop vroeg. Want ik weet dat Mark niet. Mark is een Hey, zie hem hebben, die fysiek. Rob was in Shields en hij zegt dat die Mark niet naar beneden heeft zien lopen. Dan moet Mark gevent zijn, dus of hij lult. Hey, Rob, pas op mijn rol, uit elkaar, even dubbel kill. Dus of het is. Ja, Mark. Milo, sorry. Kolo-reactor. Gaan jullie mee? Het is erop. Het is erop. Het is 100% erop. Waarom? Oké. Je moet opletten wat de rest is, man. Wacht maar, Santino. Als het dreigt te uploaden, gaat dus liken. Nee, hoezo? Hey, wacht. Wow, dan ligt iemand dood. Yo, ik weet vrij zeker dat het Rob is, man. Ja, ik ben ook wel vrij overtuigd van Rob. Mark zegt net tegen mij, dat ligt een like, maar wij waren bij security, toch? Ja. Ja, ik was daar met iedereen. Dus ik werd helemaal gek. Waar lag het lijk dan? Je zag hem scannen, jongen. Ik zag helemaal niks. Waar lag het lijk, Mark? Ik heb hem niet gereport uiteindelijk, dus God mag het even. Jawel, je hebt het wel gereport, Mark. Ik ben de hele tijd met Mark geweest en toen waren we uiteindelijk bij security. Die zegt Mark ineens, ja, ik kan iemand hier reporten. Toen ging hij even zoeken en toen had hij ineens iemand gereport. Maar waar heb je hem gevonden, Mark? Ja, geen idee. Kijk, ik stond net op dat kruispunt, zeg maar. Maar dan kan ik me even vrijpleiten voor Raoul en Wimpy, want die zitten mij een beetje te memen dat ik het ben. Maar jullie hebben gezien... Je
Laat mij even uitpraten, gast. Ik kom toch vanaf rechts, Raoul Wimpy. Jullie hebben dat gezien, toch? Ik kwam vanaf rechts. Nou, Mark heeft links een lijk gevonden. Laat dat even zijn. Weet je wat het is? Milo vertrouwde mij. Daar heb ik de hele tijd mee gepraat. Volgens mij daarna jullie ook nog. Ik zou hem nooit killen, want dat zou Kaulodon dan zijn. Ja, maar misschien jouw mede-imposter wel. En die heeft jou nu verneukt. Ja, dat is dan Raoul. Nee, maar ik zweer het, die Mark is Kaulo's zus. En jullie lopen opeens mij een beetje te kutten. Zo erg voor Mark, mij heeft, Mark heeft deze ronde in ieder geval helemaal niks gedaan. Santino in erop, want ik heb de hele tijd met Raoul gelopen. De hele tijd. Ja, ik geloof ook niet dat Raoul en Wimpy het zijn. Maar Mark was zo zus bij die eerste al. Alleen jullie vonden van niet. Milo zei tegen mij, het is 100% zeker Mark. En Milo is opeens dood. Terwijl dat hij daarna met Mark ook stond te overleggen in admin. Maar de tweede seconde, wat gaan we doen? Ja, zeg het maar. Ja, lekker pannenkoek. Don't kill me. Mark zit alleen maar... Nee, ik ga je niet killen. Laatste, wie moet zijn tas nou nog doen? Ja, ik denk... Hij heeft de kill. Oh nee! Daar gaat hij. We winnen hem. Oh Mark. Ja, sorry, ik krijg pannenkoeken hier al. Wimpy is dead. Wimpy is dead, man. Nu gaan ze Mark stemmen, want waar is hij gevonden? Ik was met Mark aan de onderhoud, dit is zo dom. Ik denk dat het persoonlijk, sorry Mark, ik denk dat het toch Mattie is. Maar ik heb Mattie alleen gezien. Ja, ik ga nooit meer met die gast meelopen. Het is 100% voor Raoul nu, want het ding is, Raoul en ik waren al een electrical toen dat ding gefixt werd. We liepen er langs, toen was er niks. Ja. Wie waren er in storage op het einde? Alle vier, hè? Nou, alle drie bedoel je dan. Jij was er niet, hoor. Santino, want je bent exposed. Wat ga je saboteren? Met wat ben ik exposed, Mattie? Zeg nu. Hey, zullen we even met z'n allen in elkaar staan? Gewoon om te kijken wat we dan... Oh. Santino en ik. Kom het horen. Dat is mijn. Ja, ik ga even weg bij Chester, hoor. Ja, dat hoeven we niet door. Ja, weg. Nee, weg Chester. Nee. Ah, nice. Ik ben imposter. Oh shit. Hey, Koen, ga je shanken. Nee, denk mij niet. Hey, Milo, als je het bent en je kilt Rob, dan zeg ik niks. Oké, Wimpy, zweer je, Wimpy? Ja, ik zweer het. Op hoeveel zweer je? Ja, maar gaat dit ook de andere kant op? Nee. We gaan Mark killen. Schrik me de pleuris, jongen! Wat is dit? Nee, dit is niet de afspraak, Rob. Het is Rob. Jezus. Holy shit! Het is of Wimpy of Rob. Nee, het is Rob, 100%. Hou even je mel! Weet je wat er gebeurt? Ik kom binnenlopen en Wimpy zegt tegen Milo, als ik het ben, en mag ik je dan shanken en verraad je me dan niet of zoiets? En ik kom binnen en opeens wordt er geshankt en ik krijg gewoon de schuld. Nee, maar je stond er al. Je verlult jezelf, je stond er al. Nee, ik kwam binnen. Ik hoor Milo nog roepen, het is Rob. Ja, nee, ik zeg tegen Milo, Milo, als jij het bent... Dat kan, dat kan niet. Kijk, even eerlijk, Rob's toon staat mij helemaal niet aan. Hey, Jan, jij moet erbij, man. Oké, ik heb op Mark gestemd. Nee. Ja, op Mark. Ja, Mark was echt zus, hij deed echt vier keer over de kaart. Nee, maar even, Koen. Het is Rob. Koen. Weet zeker. Koen, wat het was, is dat ik kwam met naar binnen en Milo en Wimpy stonden te praten. Toen zei Milo, het is Rob. Maar dat was gewoon... Ja, maar dat hoorde ik toen ook al. Ja, dat was zijn eerste reactie. Mag ik één ding zeggen? Nee. Ik sta daar met Milo en Rob in Nef. En ik zeg tegen Milo, Milo, als jij het bent, kijk, we haten allebei Rob. Schenk Rob maar neer. Ik zeg niks. Wat zegt Rob zegt? Het is andersom. Hij schenkt Milo neer en loopt weg. Wat lul jij nou? Wat lul jij nou? Kijk, weg. Die morfine is aan je kop gestegen. We hebben ook anoniem stemmen aan. Hey, welke 3000'ers? Hey, maar waarom naait die Willem mij? Vieze lul. Wat een vieze lul die Wimpy. Hey, maar denk je nog steeds dat het Mark is? Kom, ik ben imposter. Wil je mij in vertrouwen nemen? Ben jij imposter? Ja. Wil je me helpen? Ja, is goed. Hey Rob. Hey Mark. Wat hebben jullie gepland? Visitering. Ik ga gewoon Insta Wimpy. Spannend. Het is Mat. Ja, echt? Ja, zij stonden in de security en ik stond erboven en ik hoorde ze nog fluisteren en Mattie die zei... Ja, ik moet alleen maar aan Nef. Blijf bij mij. Hey, blijf bij mij, ga niet weg. Laat me niet in de steek. Wat wil je doen? Ja, ik ben aan het downloaden en ik moet zo meteen waarschijnlijk naar admin om te uploaden. Ja, ik moet naar admin om te uploaden. Dat is mijn laatste taak. Oké, ik ga op de knop drukken. Oh. Rob is zo'n pleurisjochie. Als er nog twee imposters in zitten, dan gingen ze met mij mee. En dan hebben we Matten uitstemd. Want ik en twee imposters. Ja, maar als er nog twee imposters waren, hadden ze al lang gekild, maatje. Dat is het dus ook. Oké, we moeten stemmen. We skippen. Nee, we moeten helemaal niet stemmen. Ik skip niet. Ik heb helemaal niks te stemmen, joh. Gaat er nog iemand komen, of niet? Hey! Ja, daar staat hij. Ja, Rob. Ja, ik was op jullie aan het wachten. Ik sta deze nu rustig te doen. Ik heb hem nu voltooid. Oké, dan gaan we nu
Hé, hey, er is dus nog maar één imposter, anders was het nu al afgelopen geweest. Maar er is maar één imposter, dus ja, er is niks aan het handje. Of als ze met z'n tweeën zijn, dan zijn ze... Ja, zijn ze heel slecht, want we waren net met z'n vijven samen, dus ja. Dan kon je gewoon twee keer shanken. Dus we skippen gewoon, hebben we nu weer even 30 seconden. Ja, ik moet naar weapons voor mijn... Wie stemt er nou de hele tijd op mij? Willem en Santino, ik ga met jullie mee. Die download data, die glitcht de hele tijd, dan ben je klaar en dan is hij toch niet klaar. Eigenlijk niet, maar eigenlijk wel. Hé, hey, je moet er terug naar weapons, want die download data is geglitcht. Nee, ik vertrouw Santino voor geen meter. Ik vertrouw Santino voor geen meter. Hoe zou dat nou weer... Ja, nou, Santino is het denk ik toch niet. Santino is het zeker niet. Dit moet Koen zijn, want Mark zou het niet durven. Oh, ik ben het niet. Gaan we alsnog verliezen? Ja, jij was het wel, toch? Ja, het moest... Jij moest het zijn.